Na een 11-0 overwinning van de tweede op CSV Apeldoorn moet je toch redelijk tevreden zijn. En denk ik dat je langzaam maar zeker kunt zeggen dat het niveau in het algeheel omhoog gaat. Je bedoelt? Van de selectie. Van diverse mensen van de selectie die in de tweede spelen. Ja, daarom is het zo belangrijk dat je ook in tweede speelt natuurlijk. Op het moment dat je terugkomt van blessures, dan kun je daar een mooie ritme op doen. Maar je moet ook meteen je waarde laten zien bij een tweede elftal. En ook de andere jongens van de tweede elftal trekken zich op aan het niveau van A-selectiespelers. En zo hoort het te zijn. Jij gaf aan in het interview met Joop Thomassen dat vanmiddag, die wedstrijd DVS tegen Lisse, dat je een open wedstrijd verwacht. En ik denk eerlijk gezegd dat Lisse juist met veel mensen achterin en compact een beetje à la ONS Sneek gaat spelen. Nou ja, dat zou natuurlijk altijd kunnen, maar dat is niet de policy die hun trainer normaal op nahoudt. Dus sterk afhankelijk denk ik van hoe zijn selectie op dit moment eruit ziet. Maar daarnaast denk ik dat ze weinig reden hebben om zich in te gaan graven. Hun voetballend vermogen is aanwezig, dat is hun kracht. Dus als ze in één keer anders zouden gaan spelen, zou dat alleen maar hun voordeel zijn. Toch ondanks de blessures daar, toch wel een krachtig team verwacht je? Ja, absoluut. Kijk, komen uit de tweede divisie. Relatief jong team, maar nog genoeg ervaring om met jongens die weten wat er gevraagd wordt op dit niveau. Goed voetballend vermogen, veel snelheid voorin. Ik denk vandaag wel dat ze met Bas Buijmer in de spits zullen spelen. Wat fysiek sterke jongen. Het is duidelijk dat Lisse kort op ons zit natuurlijk, met die inhaalwedstrijd meegenomen. Dus het is een dag om weer afstand te nemen van hun. Is Barry Powell, heeft hij zelf ervoor gezorgd dat hij een basisplaats heeft afgedwongen nu? Nee hoor, nee, de opstelling die wordt al door mezelf gemaakt. Maar iedere speler die speelt heeft op een bepaalde manier afgedwongen dat we een keuze maken. Nou, en vandaag menen we dat we die keuze op Barry moeten laten vallen. En we zullen vanmiddag zien wat het brengt. En ik dacht eigenlijk ook dat je zou kiezen voor Barry. Omdat ik denk aan die ONS Sneek manier. Waarbij er aardig wat publiek in het strafschopgebied van Lisse zal zijn. Vandaar. Ja, publiek hoop ik niet dat er een strafschopgebied is. Ja, nee, publiek, zei ik, publiek. Spelers. Ja, nee, ik snap hem. Piet, wij willen een bepaalde manier van voetbal laten zien. En ik vind in de eindfase, vorige week hebben we het veel goed gedaan. Veel met lopende mensen. Maar met Barry weet je ook dat je ook wat vaster kan zijn aan de bal. Waarbij middenvelders wat makkelijker bijsluiten. Dus wij denken dat we daar in deze wedstrijd het meeste behoefte aan hebben. En of dat ook zo is, dan dat moet nog blijken. Maar Barry heeft natuurlijk zijn kwaliteiten en die willen we vandaag heel goed gaan gebruiken. En gisteren ondervraagd door Radio Nunspeet. Die begonnen al gelijk over volgende week. De spelers, jouw spelers, hebben die het daar stiekem ook al over? Of zijn die echt gefocust op vandaag? Ik weet niet tegen wie Nunspeet moet volgende week. Nunspeet, hè? Het was dus Radio Nunspeet. En ze ondervroegen mij over een of andere wedstrijd volgende week ergens. Ja, dat zien we na de wedstrijd. We zijn erg druk om Lisse vandaag naar huis te sturen met nul punten. En dat is onze missie. En wat volgende week is, ja Piet, ik ga straks kijken tegen wie we moeten. Ja, is goed. Hey, ongelooflijk veel succes vanmiddag, Bert. Graag gedaan.